Even zien. Ja, leuk aan het avond. Goedemorgen. Meneer Rutte, hoe spannend wordt het vandaag? Ja, zoals ik de afgelopen dagen al gezegd heb, ik vind dat we eerst een discussie in het kabinet moeten hebben voor ik met allerlei bespiegelingen kom. Maar ik spreek u zonder twijfel van de afloop. Zit de partij op één lijn? Tot later. Goedemorgen. Is het afgelopen met het kabinet? Er ligt een ernstig rapport. En dat vraagt om een reactie die daaraan recht doet. En daarover gaan we het nu hebben in de ministerraad. Is het gedaan met het kabinet? We gaan met elkaar spreken over deze belangrijke zaak en dan hoort u het na. Hoe zit u daarin? Wat is uw opinie daarover? Dat ga ik eerst in de groep delen. Meneer Wiebes, bent u er al uit? Na de vergadering kom ik op terug. Het is heel belangrijk dat wij daar nu heel goed over spreken. Welke politieke consequenties daarbij passen. D66, ik ben daaruit. En onze opvatting is dat het heel belangrijk is om verantwoording af te leggen. En om ook verantwoordelijkheid te tonen in politieke zin. En daar gaan we vandaag in de ministerraad over praten. Verantwoordelijkheid tonen, is het ook verantwoordelijkheid nemen? Verantwoordelijkheid nemen, verantwoordelijkheid tonen, ja. Waarom wordt dit de spannendste vergadering van het jaar voor u? Nou, het wordt natuurlijk een belangrijke vergadering, zeker. Meneer Hoekstra, is het afgelopen met dit kabinet? Nou, ik vind het ontzettend belangrijk dat we ook nu weer beginnen met zo goed mogelijk recht te doen aan de ouders. Materieel moet je daar recht aan doen, maar zeker ook moet je politiek daar recht aan doen. Dat is het gesprek wat we vandaag hier ook zullen hebben in de ministerraad. Maar ook in alle gevallen moeten we ook wel voorop laten staan dat we kijken hoe we bij corona wel de stappen kunnen zetten. Want ik begrijp dat mensen ook zullen zeggen wat het ook wordt. Wat betekent dat dan? Daarover hebben we natuurlijk al eerder gezegd dat de aanpak van de crisis sowieso, ongeacht de uitkomst van de kabinetsberaad vandaag, uiteraard een kabinet vraagt dat voldoende slagvaardig is om die crisis ook daadwerkelijk te lijf te gaan. U blijft missionair op corona? Ja, tussen aanhalingstekens, want staatsrechtelijk zit dat natuurlijk anders. Maar de facto moet het wel zo zijn dat je inderdaad missionair bent op corona. Ja, zeker. Ik ga nu eerst het kabinet praten.